Ja hoor, dames en heren, we zitten midden in de prijsuitreiking. Maar ondertussen ga ik even voor iedereen patat halen. Deelnemers, wilt u het allemaal gaan omdraaien? Dames en heren, voor u! Ja, u moet gaan staan, u moet ze toejuichen. Hallo kijkers van Harmenfoto en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag gaan we naar Jumping Amsterdam. Wat trouwens super toepasselijk is, omdat Jumping Amsterdam dan komt in onze miniserie Storming Amsterdam. En dat lijkt toevallig heel erg op elkaar. Line is creep, while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting. And always hesitating. Kryptonite desires set my heart. We zijn aangekomen in Amsterdam. Op de fiets was ik sneller, maar we zijn er alsnog. Wow, we zijn in Amsterdam. En we zijn bij de ingang van Jumping. Zo maak je nou een kwaliteit vlog. I'm walking alone, the streets are empty. Zo, het is hier echt super groot en het begint pas over een uur of zo. Dus we zijn weer lekker op tijd, maar we moeten ook nog eten. Dus stiekem hebben we alsnog haast. We hebben lekker gegeten en we gaan nu iets doen of zo. En nu gaat het bijna beginnen. Ik ben het paardenevent heel even geëscaped, want het duurt natuurlijk wel echt heel lang en ik ben niet bepaald een paardenkenner. Dus voor mij ziet ongeveer alles er best wel hetzelfde uit. Maar in ieder geval grappig om een keer ook zoiets mee te maken. Alles is dus binnen en het is hier ongelooflijk heet. Dus ik weet niet echt hoe ze zo'n groot gebouw zo heet kunnen krijgen, maar het lukt ze wel bepaald. En alles gebeurt dus hierachter. Hierachter is een soort hele binnenzaal. Hier worden ook auto's tentoongesteld en al dat soort dingen. Dus dat zie je hier allemaal ook wel terug. Hierachter zie je bijvoorbeeld ook een auto.
En nu wordt het dan ook maar weer tijd om snel weer terug te gaan naar de arena. Het is alweer pauze, de tijd gaat zo snel. Ja jongens, we zijn er nog steeds hier op deze plek. Het is nog steeds pauze, wat betekent dat we nog steeds aan het vloggen zijn. Omdat we hier natuurlijk wel kunnen praten. Dus dat scheelt echt enorm. Jongens, het gaat beginnen. De prijsuitreiking gaat beginnen. Er is iemand door me heen aan het praten. Ja hoor, dames en heren, we zitten midden in de prijsuitreiking. Maar ondertussen ga ik even voor iedereen patat halen. Wat een geweldige taak voor mij. Want het is echt 10 uur 's avonds en we hebben sinds 5 uur echt gewoon niks meer gegeten. Dus nu gaan we even eten halen. Zo, ik heb de snackies even gehaald. Dus ik kan snel weer terug naar de finale. Een beetje arrogant natuurlijk om daar weg te lopen. Terwijl die mensen prijs aan het uitreiken zijn. Dus ik ben daar snel weer terug. We'll be right back.
daadwerkelijk de helft. Hele mooie ere, u mag meezingen, u mag ze toejuichen. Voorop, dames en heren.
heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Uiteindelijk heeft Duitsland gewonnen en is de dag helemaal voorbij. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij een volgende vlog. Tot ziens, tot later. Deelnemers, wilt u nou gaan omdraaien?